Rinus Israël, Feyenoord-icoon als speler en ook als trainer. We zijn in een fietsenwinkel in Landsmeer. Ja. Wat doen we hier? Nou, hier kom ik bijna dagelijks een paar uurtjes me vermaken. Beetje over voetballen, ouwe hoeren? Ja, over voetballen. En de eigenaar van deze fietsenzaak is ook een echte supporter van Feyenoord. Dus... ik heb wel iets gevonden dat in ieder geval over Feyenoord niet me tegenspreekt. Want u bent nog steeds een enorme Feyenoord supporter. Nou ja, als een club kampioen moet worden, dan zou het voor mij Feyenoord moeten zijn. Maar ik ben helaas niet in de gelegenheid om elke week naar Rotterdam te komen. Of eens in de twee weken. We praten zo meteen al even door over Feyenoord, toch ook nog eerst over uzelf. Want ja, het was even schrikken van de zomer. U belandde bijna in een rolstoel. Wat is er precies gebeurd? Nou, dat is 28 december vorig jaar is dat begonnen. Toen had ik geen kracht meer in mijn benen om te staan. Dus toen werd ik met een rolstoel door het huis heen gereden worden. En toen op een gegeven moment had ik helemaal geen krachten meer. En toen ben ik met spoed naar het AMC gebracht. En daar ben ik geopereerd aan een dreigende dwarslesie, noemen ze dat. Oftewel een incomplete dwarslesie. En dat is net op tijd gebeurd, die operatie. En daarna kon ik weer een beetje achter een rollator kon ik een beetje wandelen. En... In juni heb ik een nieuwe knie gekregen. Dus dat is een slechte combinatie. Iets in je rug en een nieuwe knie. En in augustus ben ik dan weer voor de tweede keer geopereerd aan die rug. En dat heeft wel wat verlichting gebracht. Dus sinds die tijd kan ik een beetje lopen. Ik kan met één kruk kan ik goed uit de voeten. Autorijden mocht ik dan al een paar maanden weer. Dus dat heeft de situatie wel wat beter voor me gemaakt. Ja, dat is wel een hoop ellende in korte tijd achter elkaar geweest, zeg. Iets te veel ellende. En het past ook niet bij elkaar. Als je wilde revalideren van zo'n rugoperatie, dan moet je veel werken met kracht om dat terug te krijgen. En als je dan met een rotte knie zit, dan schiet dat niet op. Maar begint nu zo langzamerhand wel weer de oude te worden? Het gaat beter. Het gaat beter. Voetballen zitten zeker nog niet in? Nee. De slijlings die zijn niet meer ver van wat het eens was geweest. Ik zit daar wel eens over te denken. Hè? Hoeveel wedstrijden had u gespeeld? En u heeft er veel gespeeld. Als de VAR al had bestaan in uw tijd? Ja, ongetwijfeld had ik me aangepast. Het is niet zo dat ik me alleen maar met mensen neerhalen enzovoort. Dat ik zo door het leven ging tijdens de wedstrijden. Maar de bedoeling is altijd geweest om een duel in te gaan, om die bal te winnen. Ja, en dat kun je op een slappe manier doen en je kan het op een resolute manier doen. Nou, ik was meer iemand van de resolute manier. Met een hele hebben en houden ging ik het duel aan om die bal te veroveren. En als ik die bal dan een keer misgekleund had, dan nam ik misschien wel eens iemand mee. Ja, een enkeltje of een knieschijf. Nee, geen, zo hoog was het niet. Nee, zo... Kijk, het wordt... We romantiseren dit wel een beetje, hè? Iets te veel. Het wordt steeds gewelddadiger wat ik op het veld heb laten zien.